Lief dagboek. Phew, ik ben vet moe. Ik heb vandaag de hele dag aan een kostuum gewerkt van gerecyclede materialen voor een ecologische ontwerpwedstrijd bij ons op school. Ik heb me laten inspireren door een stijl die ik vond in mijn modeboek over Gabrielle Agreste. Weet je nog? Van Mylène gekregen voor mijn verjaardag. Wat had ze dat goed bedacht. Ze is er altijd voor haar vriendinnen. We weten dat we altijd op jou kunnen rekenen, dus jij kan ook op ons rekenen. En voor haar vader, meneer Haprel. Ze is zijn grootste fan. Trouwens, zij en Ivan zijn zo leuk samen. Ze vullen elkaar echt heel goed aan. Bonjour, André. Stoere jonge Ivan en lieve kleine Mylène. Jullie zijn nog steeds het liefste stel dat ik ken. Praliné, witte noga en chocola smaakt niet slecht. Mijn speciale mix houdt jullie liefde oprecht. Oh. Mylène zoekt altijd naar het beste in anderen. Moet dit? Ga ergens anders vegen, assenpoester. Zelfs in die vervelende Chloe. Ze wil er excuses aanbieden voor vanmorgen. Ze is vast aardig. Diep, diep van binnen. Ze is inderdaad soms wel een beetje snel bang. Dat monstermasker van hem is zo eng en het lijkt net echt. Hé, ik ben het maar, Mylène. Je hoeft niet bang te zijn. Of ze wordt heel onzeker. Waarom ben je toch altijd zo bang voor alles en iedereen? Maar daar werkt ze aan. Ik ga haar een mooie vlecht geven als dank voor de ademles. Ik ben nu veel minder bang voor akuma's. Maar als Mylène iets belangrijk vindt, vergeet ze haar angsten. En daarom moet ik nu weg. De burgemeester van Parijs wil een programma opstarten om al ons vuilnis de ruimte in te schieten. Maar Mylène is daar fel tegen. Ze heeft een demonstratie georganiseerd bij het stadhuis en al haar vrienden opgetrommeld ook te komen. Misschien wordt zij op een dag wel de burgemeester. Mylène heeft me wel eens verteld dat ze graag de politiek in wil om de stad beter te maken voor haar bewoners. En neem maar van mij aan, als het zover is, stem ik op haar. Nou, dan ga ik maar. Tot gauw maar weer, lief dagboek.